Ja, Johan gaat Bert van Maarwerk het via volhouden in de Emiraten. Er loopt veel talent rond, las ik gisteren bij de collega Telegraaf. Nou ja, ik wil niet in herhaling treden. Het zal me een worst zijn. Ja, dat moet hij lekker zelf weten. Dat moet hij zelf weten. Mensenrecht, ja. Dat maakt allemaal niet meer uit. Nee, mag lekker gaan. Die man is alle schaamte voorbij. En alles, en dat zal René beamen, alles komt omdat hij in Zuid-Afrika tweede werd. En hij had gedacht dat hij toen de topclubs voor het uitkiezen had. En er kwam niet één topclub. En dat heeft Bert een ander mens gemaakt. Die frustratie is hij nooit meer kwijtgeraakt. En nu moet hij in dat soort landen nog met koffers met dollars op gaan halen. Ja, ja, hij moet het weten. Maar hij ziet het wel zitten, heb ik de indruk, Bert van Marwijk. Komt hij aan? Bert? Zonder jurk? Ja. I'm happy to be here. I'm looking forward to have this job. I know the Emirates, I know the team, because with the Saudis we played four times against each other. So I know the strengths also. I heard there were some young talents, so I'm anxious to know how good they are. I'm only here for one thing, and that's qualify for the World Cup. Ja. Bert lult maar uit zijn nek. Bert had er gewoon moeten gaan zitten. En die had moeten gaan zeggen, jongens, luister, ik ben blij dat ik hier ben. En ik kan niet wachten tot ik mijn eerste maandsalaris binnen heb. Ja. Dat had hij moeten zeggen. En had hij een check erover moeten houden? Harder lachen bij mijn tweede maandsalaris. Ja. Dat is de enige reden dat hij daar zit. En of jullie je nou kwalificeren of niet, als dat derde maandsalaris ook maar overgemaakt wordt. Zou hij dan gelijk weggestuurd zijn, denk jij, als hij dat gezegd had tijdens die petkoop? Ik ben bang van wel. Hele grote afkoop. Hebben die geen gevoel voor? Die hebben geen satire. Nee, die hebben dat niet. Die hadden biertjes. Nee. Maar heeft ook Taco van der Velden meegedaan? Heb je dat wel eens bedacht, dat je misschien je journalistieke werk zou kunnen neerleggen voor bij een club of een land of een... Hè? Nee, maar kijk, Taco van der Velden heeft altijd bij mij gewerkt. En Taco van der Velden is daarna hoofdredacteur van VI geworden. Ja, na mij zijn er al 7 hoofdredacteuren geweest in die korte tijd. Maar nu is Taco van der Velden... Als er één verlossing is voor de journalistiek dat Taco van der Velden ermee stopt... dan is dit echt een gouden dag voor de journalistiek. Want Taco van der Velden die was totaal ongeloofwaardig als journalist. Ik stoorde hem naar geweldig aan. Ik had op een gegeven moment zelfs mijn eindredacteur opdracht gegeven. Als hij stukjes inleverde, dan moest dat allemaal gelezen worden. Als het over Bert van Marwijk gaat, streep dat eruit. Want hij kroop van Marwijk op een gênante wijze in zijn reet. Hij was de privé-PR-man van Marwijk. Het was zijn vriend en hij ging mee naar Saudi-Arabië en... In een land waar de mensenrechten dus met voeten getreden worden... was hij aan het geld verdienen. En hij bleef gewoon bij VI werken. Want hij nam dan vakantie of onbetaald verlof. Ik heb hem er ook een keer op betrapt. Alleen maar positieve verhalen over Martin Jol. Er was geen beter hetgeen dan Martin Jol. En toen kwam ik via via erachter dat hij in een huis van Martin Jol woonde. Nou, ik zeg, Taco, als dit uitlekt, jongen, als blad, je bent totaal ongeloofwaardig. Ja. En zo heb ik heel veel dingen... Je hebt nooit gevoetbald met Taco, heb ik de indruk. Toch? Nee, maar ik heb wel 3 keer de kans gehad om die jongen staande voet te ontslaan. En dat heb ik niet gedaan op menselijke gronden. Want toen zat hij in een echtscheiding met 4 studerende kinderen. En dan denk ik van, die man zal je wel dankbaar zijn. En later heel solidair met je zijn, maar... geen enkele blijk van waardering dat je de hand boven het hoofd hield. Het was gewoon een rotte plek op de VI-redactie. Onbetrouwbaar, achter zijn ellebogen, lekker met Van Marwijk mee. Ja, dit zat niet echt goed, als ik het zo hoor. Oh, ik heb nooit een probleem met hem gehad. Hij heeft wat nare briefjes gehad voor zijn dossier. Maar uit betrouwbare bron heb ik vernomen... toen hij zelf in de hoofdredactie kwam... heeft hij de brieven over zichzelf in het dossier vernietigd. Uit betrouwbare bron. Ja. 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 Je collega's moet je het hebben, begrijp ik dat wel weer. Voor meer leuke video's abonneer je dan op ons YouTube-kanaal Veronica Insight.